Vandaag bij mij te gast, burgemeester Alain Krijnen van IJsden-Margraten over de viering van 80 jaar bevrijding in zijn gemeente. Roger Fransen, beter bekend als Roger de Dodger en oprichter van Falcon Radio uit Valkenburg, heeft zich als mediapartner aangesloten bij Heuveland Vandaag. En RKVV Veilen is hofleverancier van Alpe Oranje, het bergdorpjesvoetbal dat weer gehouden wordt in 2024. Mick Blazer vertelt ons alle ins en outs. Dit is Heuveland Uitgelegd. Welkom en fijn dat u weer naar ons kijkt. 2024 schijnt in alle opzichten een prachtig jaar te gaan worden. Zo gaan we begin volgend jaar het mediaaanbod in het Heuveland gigantisch uitbreiden. We gaan ook ergens in de zomerperiode gaan we lekker voetballen met het EK. En in het eind van het jaar, zo rond de Q3 in september, gaan we weer inzoomen op 80 jaar bevrijding in IJsden-Margraten. Heren, welkom hier aan tafel. Welkom bij Uitgelegd. Ik zei het net al, burgemeester Krijnen, IJsden-Margraten 80 jaar bevrijding. Neem ons daar eens mee naartoe, want er gaat behoorlijk wat gebeuren. Ja, zeker. Het is een heel mooi jaar wat we in het vooruitzicht hebben. Op 12 september is het precies 80 jaar geleden dat de bevrijding van Nederland is begonnen. Mm-hmm. En die bevrijding die begon, zoals u weet, in het mooie dorpje Mesch, onderdeel van de gemeente IJsden-Margraten. Dat weet niet iedereen, hè? Dat weet niet iedereen. Dus we gaan daar ook gepaste wijze bij stilstaan. Ja. 5 jaar geleden is 75 jaar bevrijding gevierd. Dat was natuurlijk een mooi rond jubileumjaar, om het zo te zeggen. Ja. 80 jaar is net even iets anders, mm-hmm. maar waarschijnlijk wel de laatste keer dat er nog veteranen in ons midden zijn. Kijk. En daarom hebben we gemeend om daar toch stil bij te moeten staan. Mm-hmm. En zeker ook gelet op alles wat er in de wereld gebeurt op dit moment. Dus een belangrijk moment. Waarschijnlijk wel discussie geweest te zijn over het feit of Mesch IJsden eigenlijk het eerste plaatje is wat er bevrijd is. Ja, dat klopt. Ik heb zelfs een aantal mensen die daar verstand van hebben in de gemeenteraad. Ja. En die betwisten dat ook onderling. Van was het nou Mesch of was het nou Noorbeek toch meer. Er zijn hele mooie anekdotes uit die tijd. Mm-hmm. Maar officieel is echt de bevrijding begonnen in Mesch. Ja. Daar kwamen op 12 september in de vroege ochtend de eerste Amerikanen vanuit de voerstreek door het veld het dorp binnengelopen. En ja, daarom ook dat we nu al de gewoonte hebben om daar jaarlijks met een wat kleinere ceremonie bij stil te staan. Ja, ja. Maar omdat we dit jaar, 2024, een jubileumeditie hebben. Ja. En daarnaast ook de nationale start van 80 jaar bevrijding aan Limburg is toegewezen. Ja. Wordt het voor ons een heel bijzondere editie met alles wat daarbij komt kijken. 75 jaar is behoorlijk groot herdacht, hè? Wat kunnen we gaan verwachten dit jaar, of volgend jaar eigenlijk, 24? Het zal niet dezelfde omvang hebben als met 75 jaar. We kiezen voor een iets meer geconcentreerd programma op één dag. We gaan een ceremonie organiseren in de middag in Mesch. Ja. Gevolgd door activiteiten op die locatie ook. Er is een prachtig mooie weide waar ook elk jaar nu de landmarkt al plaatsvindt. Mm-hmm. Die locatie is uitermate geschikt om daar bijvoorbeeld ook met Defensie een presentatie te geven. Ja. Maar ook willen we heel graag scholieren, jongeren betrekken. Om ook de nadruk te leggen op het belang van overdracht. Mm-hmm. Van de waarde van democratie, rechtsstaat en vrijheid. Zeker omdat er een heleboel veteranen daarna niet meer zijn. Absoluut. Ja. Dus we moeten nu echt de jeugd goed betrekken. Ook gelet op wat er in de wereld speelt. Ja. Ja. Oorlog in Oekraïne, het conflict in het Midden-Oosten. De wereld om ons heen verandert steeds sneller, komt dichterbij. Ja. En dat maakt ook des te belangrijker dat wij echt markeren hoe 80 jaar geleden voor onze vrijheid is gestreden. Ja. Het is niet een vanzelfsprekend iets dat we hier in vrijheid leven. Nee, natuurlijk dat niet. Bewijst de wereld om ons heen. Ja. En ja, na die ceremonie in Mesch en side events gaan we, zoals we elk jaar gewend zijn, door naar de Amerikaanse begraafplaats. Ja. Daar is normaal gesproken altijd op zondagmiddag het concert. Mm-hmm. Maar komend jaar, om alles op één dag te kunnen organiseren, houden we het concert op de donderdagavond. Mooi, dus bij elkaar, compleet beloofd, bij elkaar. Ja. Exact, ja, een heel mooi compact programma te worden. Maar wel ook met alles wat het een bijzonder jaar maakt. Ja. Met de komst van veteranen, met de komst waarschijnlijk ook van hoogwaardigheidsbekleders. En met vooral heel veel ruimte voor de inwoners zelf. Want het leeft heel erg in de gemeenschappen. Ja. Er zijn tal van initiatieven gaande. En die willen we graag ook ondersteunen en een plek in het programma geven. Nou, klinkt veelbelovend. Hoe leeft de bevrijding bij jullie, heren, Roger? Ja, ik weet er best wel wat van. Ja. Mijn vader heeft vroeger de oude militaire club opgericht van de Old Hickory, de Jeep Club. Kijk.
En dat was in de jaren 70, eind jaren 70. Dus als kind zijnde heb ik wel menige bevrijdingsrit mogen meemaken. Ja. En altijd heel erg indrukwekkend. Altijd, en de veteranen, ja, ze worden steeds zeldzamer. Ja. En vroeger waren ze, ja, nog, kwamen ze met busladingen. Behoorlijk, ja. Voor de Old Hickory, met de blauwe jasjes aan. En helaas, ja, mannen zijn ook op leeftijd, hè. Ja, dat gaat. Mickey, hoe is dat bij jou? Je bent de jongste aan deze tafel? De jongste aan deze tafel? Nou ja, goed, je krijgt het wel vanuit thuis mee en vanuit opa's en oma's. Van school krijg je toch wel geleerd. Ja. Dat je toch wel, nou ja, in ieder geval respect en liefdevol naar toe moet kijken. Ja. En ja, ik denk dat wij dat ook wel altijd doen, tenminste mijn generatie. Maar het leeft nog in jullie generatie, ja, het hele verhaal. Jawel, je bent er wel mee bezig. Ja. Ja, jawel. Ja. Nou schijnt het, ik heb de ondergang gehoord dat de hele organisatie is behoorlijk in de weer al. Hè? Ik heb de ondergang gehoord dat ook koningin Willem-Alexander en koningin Maxima hoogstwaarschijnlijk deze kant op gaat komen. Want, dat moet even duidelijk zijn, de eerste festiviteiten starten uiteraard in IJsden. Exact, dat is het. Hè. We zijn de start van de nationale viering van 80 jaar bevrijding. Mm-hmm. Dus het Nationaal Comité dat die festiviteiten coördineert, heeft de start toegewezen aan de provincie Limburg, aan de gemeente IJsden-Margraten, om recht te doen aan de historie. He, omdat het een feit is dat de bevrijding van heel Nederland begonnen is op 12 september 1944 in Mesh. Ja. En ja, bij een nationale start, daar hopen we natuurlijk ook dat ons staatshoofd, dat de koning, de koningin, daar ook bij aanwezig zullen zijn. Ja. Dat is nog niet bevestigd, maar we hebben natuurlijk goede hoop dat we hen mogen verwelkomen. Ja. Wat zou dat betekenen voor de organisatie? Ja, natuurlijk zou dat extra betekenis geven aan het evenement. Hè? Als de koning komt, en zeker ook dat het een live tv-uitzending zal zijn, een nationale start. Ja. Ja, dan wil je natuurlijk ook op je allerbest de gemeente representeren. Ja. Dus het wordt een extra speciaal programma, niet over de top. Hè? We gaan niet de boel met goud behangen, bij wijze van spreken. Ja, ja. Het gaat namelijk om de inhoudelijke boodschap. Die staat centraal. Het belang van vrijheid, democratie, rechtsstaat, maar wel natuurlijk op een mooie manier het verleden te gedenken en de blik op de toekomst. Vandaar ook veteranen, ooggetuigen, inwoners van toen en de jeugd die de toekomst heeft. Ja. Vrijheid van meningsuiting, ja, dat is natuurlijk van alle dag. Hè? Vrijheid van meningsuiting is een bijzonder groot goed. Toch als je gaat kijken in de wereld op dit moment is dat moeilijk. Hè? Ik bedoel, er zijn oorlogen, Oekraïne, Jeruzalem, daar is van alles gaande. We hebben eerder dit jaar hebben we een reportage ook gedraaid in IJsden-Margraten. En hebben we even u gevraagd ook van hoe ziet het er nou uit dan met die vrijheid van meningsuiting en het, de hele beweging daaromheen. Daar gaan we heel eventjes naar kijken. Ik vond het heel belangrijk om het thema herdenken en vrijheid ook niet alleen te verbinden met het verleden, maar ook met het heden. Dus de actualiteit van vandaag, de oorlog in Oekraïne. De mensen die wij ook in onze gemeente gastvrij opvangen, dat zijn er bijna 100. En van daaruit ook de vergelijking te trekken met, ja, wat zijn nou eigenlijk de bedreigingen voor onze vrijheid? Het anti-overheidsdenken, aanvallen op de vrije pers, toenemende vreemdelingenhaat en antisemitisme. Eigenlijk de dingen die ook zijn genoemd door de heer Butielkov van de Joodse gemeenschap en ook door de pastoor zijn benoemd. Nou, ik vind dit geweldig belangrijk. Om de dood in voor te gereden dat er altijd mensen zijn die op een bepaald ogenblik alles wat ze hebben, hun leven willen geven voor de ander. Mijn boodschap is duidelijk. Ja. Wat er 80 jaar geleden is gebeurd, kan alweer gebeuren. Anders zijn nog steeds heel moeilijk. Dat we luisteren naar de mensen die een andere mening hebben. Of de mensen wiens stem heel stil is. En dat we naar elkaar omzien en in al onze verscheidenheid met elkaar een gemeenschap vormen. Naar elkaar omzien, herdenken, is natuurlijk heel mooi allemaal, maar wat hebben we nou eigenlijk geleerd volgens u de afgelopen 80 jaar? Kijk, de geschiedenis herhaalt zich, maar niet overal in dezelfde mate. Hè? Dus helaas leven we nog steeds in een wereld van oorlog en conflict. Mm-hmm. Het staat denk ik alleen nu wel wat verder van ons af.
Natuurlijk, we leven niet zelf onder dreiging van oorlog. Ja. Maar de conflicten komen wel steeds dichter bij onze Europese buitengrenzen. Mm-hmm. Dus in mijn waarneming proef je wel in de samenleving dat mensen zich toch meer en meer realiseren dat dingen niet vanzelfsprekend zijn. En dat mag vrijheid nooit zijn. Ja. Daar is voor gestreden. Het is van belang dat we daar aandacht aan blijven besteden. Dat we ook de mensen eren die hier zijn gesneuveld, die hier zijn gevallen en hun laatste rustplaats op onze bodem vinden. Ja. Dat is eigenlijk een dagelijkse herinnering. Ja. Ik rij zelf letterlijk dagelijks langs de Amerikaanse begraafplaats. Ja. Word daar dus dagelijks aan herinnerd. Ja. En ik vind het heel belangrijk dat we met elkaar in dialoog blijven. Ja. We hebben ook gezien het afgelopen jaar als de situatie in de landelijke politiek wat onrustig begint te worden, dat vertaalt zich uiteindelijk ook altijd door naar gemeenschappen en hoe mensen met elkaar omgaan. Hè. En daarom vind ik het ook van belang dat de nationale politiek zich meer realiseert dat zij ook een voorbeeldfunctie heeft te vervullen van hoe ga je met elkaar om in het debat? Ja. Welke waarden draag je uit? En om die reden denk ik dat het extra passend is dat we stilstaan bij 80 jaar bevrijding. Ja. Als we even teruggaan naar de organisatie, in welke fase zit de organisatie van 80 jaar bevrijding nu? Nou, we hebben een grof plan op dit moment. Hè, wat ik net al zei, een ceremonie in Mesh, gevolgd door verschillende activiteiten daar ter plaatse. Ja. En dan 's avonds het concert op de begraafplaats. Ja. Dat zijn we verder aan het uitwerken. Daar betrekken we ook professionele partijen bij. Ja, zoals? Dus ik wil eigenlijk nog geen namen noemen totdat het programma helemaal rond is. Ja. Maar we betrekken daar natuurlijk wel bekende, ook Limburgse zangers bij. Moeten we een hoek vinden van bekende mensen? Ja, toch wel. Okay. Toch wel. En die vinden dat ook heel mooi. Ja. Die voelen zich ook ieder voor zich al heel erg betrokken bij IJsselmaargaten, bij de Amerikaanse begraafplaats, bij het thema Liberation. Ja. Maar ook, en dat is eigenlijk nog veel belangrijker, betrokkenheid echt vanuit de lokale gemeenschappen. Ja. Vanuit de dorpen, de kleine comité's, de kleine verenigingen die al decennia lang op vrijwillige basis hier activiteiten rondom organiseren. En die gedachten aan vrijheid levend houden. Mooi. Nou is toevallig afgelopen week ook een nieuw bezoekerscentrum geopend bij de begraafplaats IJsselmaargaten. Ook daar hebben we een kort reportage van gemaakt. Daar gaan we even naar kijken. Yes, we're absolutely delighted. This visitor center and this Netherlands American Cemetery represents both the very best of the United States and equally important, the best of the American-Dutch relationship. This is important for our agency. This is our 10th visitors center for the ABMC. But I think this visitor center is important because it reminds people of the service and sacrifice of America's armed forces. It reminds people of the Dutch history and the American history. But I think this is also a timely reminder to the Dutch people, to the American people, and to the world about the cost of war and the consequences of what happens. Het doel van ons Spiksplinter nieuwe bezoekerscentrum is in principe het informeren van de mensen, van de bezoekers die hier op de begraafplaats komen. We hebben op jaarbasis pakweg een 150 tot 200.000 mensen die onze begraafplaats bezoeken. We merkten ook dat we de echte ooggetuigen, dat we die aan het verliezen zijn. Dus mensen die de oorlog hebben meegemaakt, die raken we langzamerhand kwijt. En het zal aan ons zijn om dan de verhalen van de soldaten die hier begraven liggen, om die door te geven aan de volgende generaties. En dat kunnen we heel goed doen met ons prachtige nieuwe bezoekerscentrum. Ook hier eigenlijk weer het doel, hè? Om de informatie blijven voort te zetten. Hè? Ja. Ik wens u heel veel succes met de voorbereidingen van de 80 jaar bevrijding IJsselmaargaten. Dankjewel en heel fijn dat jullie hier via de omroep ook de aandacht aan besteden. Die graag, verdient. Uiteraard. Ja, dankjewel. Het Nederlands elftal heeft zich gekwalificeerd voor het EK. Dat betekent automatisch dat Alpen Oranje uit Veilen ook gekwalificeerd is. Klopt. Dat moet je even uitleggen, want volgens mij begrijpt dat iedereen. Nou ja, wij mogen als voetbalclub vanuit Veilen mogen wij het Nederlands elftal vertegenwoordigen. Mm-hmm. In het Alpen Oranje. Ja, want jij bent zelf actief in die voetbal. Ja, klopt. Ik ben zelf speler van het eerste bij de voetbalvereniging in Veilen. Oké. Okay. Ja, ik ben de reserve aanvoerder. Kijk. Normaal gesproken is mijn
collega slash vriend de aanvoerder. Ja, dus als hij uitvalt, mag jij het veld? Precies, dus ik mag nu het stokje overnemen. Dus vandaar dat ik hier aan tafel zit. Speel je? Ik ben zelf rechtsback. Oké. Ja. Ja, en wij zijn afgelopen 2022 zijn wij, tenminste als ik voor mezelf praat, voor de eerste keer naar het Alpen Oranje geweest. Ja. In Zwitserland was dat, in Zermatt, op aardige hoogte. Mm-hmm. Dus ja, de ambiance en de sfeer, dat is prachtig. Je voetbalt dus echt in de Alpen tussen de bergen tegen allemaal andere landen. Ja. En op wel wat kleiner veld, kleiner team, maar ja, super sfeer, is geweldig. Ja. Hoe is het ontstaan, dat alpenvoetbal, Alpen-Oranje? Nou ja, in 2012 zijn we voor de eerste keer weg geweest naar Oostenrijk, naar Klein Arl. Toen was ik er nog niet bij, toen speelde ik nog net niet op het eerste, dus toen mocht ik nog niet mee. Maar toen heb ik wel allemaal goede verhalen gehoord van al mijn andere collega's en vrienden. Ja. Die zeiden van ja, dat is zo'n geweldige ervaring. Hier moet je aan meedoen. Hier moet je aan meedoen. Ja. Nou ja, dat was ook eigenlijk wel de bedoeling, maar ja, Nederland had zich toen twee keer achter elkaar niet geplaatst. En daarna kwam ook nog een keer corona. Ja. Dus ja, toen werd het verschoven tot 2022. Ja. En dus dat is eigenlijk 10 jaar later zijn we pas weer gegaan. En als RKVV Veilen is hofleverancier van, ja, dat klopt, van dit Oranje Alpenvoetbal, hè? Ja. Hoe komt dat? Nou ja, ik weet dat van de organisatie, dus dan Victor Terpstra, die heeft eigenlijk heeft ons toen opgegeven als het dorpje Veilen om Nederland te vertegenwoordigen. Ja. En dat is eigenlijk gekomen omdat Veilen het hoogst gelegen dorpje is van Nederland. Kijk. Waardoor wij ook meteen het hoogste bergdorpje zijn van Nederland. Ja. En dan mag je Nederland vertegenwoordigen als bergdorp. Dus ieder land stuurt een club uit een hooggelegen... Club uit een hooggelegen dorp, plaats. Ja, ja, en dat waren wij nu als Veilen. Dat was prachtig om dat... Ja, dat is fantastisch, toch? Ja, zeker. Dat hebben jullie 2 keer eerder mee gedaan. Je zei net al in 2012 in Klein Arl in Oostenrijk. En in 2022 in Zermatt, Zwitserland. Ja. Neem ons daar eens mee naartoe. Hoe is die beleving? Nou ja, je vertrekt vanuit Veilen. Het 's avonds zijn we vertrokken met een hele grote bus. Ja. Supportersbus. Nou ja, wij als team gaan er een beetje achterin zitten en hebben nog feest en holladier. Mm-hmm. Maar er gaan ook supporters, opa's, oma's, bestuur, ja, de hele bus vol. Ga je richting Zwitserland en eigenlijk begint dan al je avontuur. Ja. Tenminste, het is toch wel, je weet eigenlijk nog niet zo wat je kan verwachten. Je ziet wat foto's van 10 jaar geleden, dus ja, daar zit wel een flinke tijd tussen. Nou ja, dan kom je aan in het berggebied, ja, dan krijg je wel een beetje kippenvel natuurlijk. Tuurlijk. En wel de hele nacht natuurlijk, ja, een klein beetje feest gehad, een beetje... Ja, een beetje te veel doorgezakt ook, of zo. Ook weer spanning. En op een gegeven moment in de ochtend, nou ja, toch wel onze rust gepakt. Want we moesten die ochtend moesten meteen voetballen, meteen de kraker tegen Duitsland. Zo. Dus de lat lag wel hoog. Ja. Nou ja, als je die dan ook nog meteen wint met 4-1, ja, dan ga je wel met een lekker gevoel dat toernooi in. Kan me voorstellen. Ja, dus dat was wel prachtig. Maar alleen al de reis er naartoe en ja, helemaal in de top ligt nog wat sneeuw. Ja. Ja, dat is prachtig. Fantastisch. Ja, dat is super. We hebben daar wat beelden van gevonden. Ja. We gaan daar heel eventjes naar kijken. Welkom terug bij de Berkt OVM 2022 in Zermatt. Ik ben Victor Terpstra en dit is dag 4, de dag van de finales. Goedemorgen Annie. Straks wacht ons Oostenrijk in de kwartfinales. Wat denk jij? Ja, het is de dood of de gladiolen, zeggen ze wel eens. Hè? Dus we zullen zien. Het is natuurlijk al een paar dagen... Ja, het is elke dag een wedstrijd. En vandaag hebben we zelfs, als je verder komt, 3 wedstrijden. Tot en met de finale. Dus ja, dat is best pittig. Ik verwacht altijd veel van de jongens, omdat ik het gevoel heb dat zij uit een achterstand goed terug kunnen komen. En dat maakt mij een beetje blij, omdat die wilskracht zit erin. Vandaag, door op de gladiolen inderdaad, zoals Arnie al zei. Ja, we gaan kijken wat er gaat goed komen. Wat is jouw verwachting? Ik verwacht een 2-0 overwinning van ons. Ja! Ja! Ja!
Het is een behoorlijke serieuze aangelegenheid, hè? Ja, zeker. Is de verwachting uitgekomen daartoe? Ja, dat klopt. We hebben die wedstrijd ook nog gewonnen met 2-0. Kijk, ja. En hoeveel zijn jullie uiteindelijk geworden? We zijn uiteindelijk vierde geëindigd. Vierde van de acht. Oké. Okay. Ja, mooi ertussenin. Nou, dat is een mooie score. Ja, toch? Zeker. Als je nu opschuift dit jaar naar de tweede en misschien achter twee jaar naar de... Dat teken ik voor. De eerste, zeker. Mooi. Ja, jawel. Hoe bereid je nou zo'n team voor op zo'n wedstrijd, zo'n toernooi? Nou ja, het mooie is natuurlijk dat we al aardig hoog liggen in het dorp in Veilen. Ja. Dus op zich qua hoogte zijn we wel wat gewend. We hebben ook al eens wat toernooitjes gehad tegen België, Duitsland, dat soort dingetjes. Mm-hmm. En uiteraard trainen wij gewoon met ons team vanuit Veilen, hebben wij gewoon onze wekelijkse trainingen. Dus we blijven in principe gewoon fit. Ja, ja. Dus de voetbalclub zelf houdt jullie fit en uiteindelijk gaan jullie straks richting het Alpengebied, zeg maar. Eigenlijk wel, ja. Jullie worden getraind door niemand minder dan Ernie Brands en Pierre van Meulen, hè? Ja. Zijn niet de minste? Nee, zeker niet. Nou ja, het is voor mij natuurlijk een beetje... Ik moest wel eventjes in de geschiedenisboekjes kijken wie dat nog weer waren. Maar ik hoorde wel eens wat namen vallen en ik heb wat filmpjes teruggekeken op YouTube. Ja. Maar inderdaad, het waren niet de minste. Dus Ernie heeft ook gewoon met het Nederlands elftal en finales gespeeld. Dus dat was niet mis, nee. Ja, ja. Nee. En zeker leuk als hun ons mogen trainen en coachen. Dat pakt je wel. Je neemt dat wel iets serieuzer dan iemand die wat gewoon even tegen zegt, je moet die bal wat breder. Dan denk je van, dat zou wel. Maar als een Ernie of een Pierre dat zegt. Ja, werkt dat zo? Dat neem je iets serieuzer. Ja. Mooi te zien. Ja, ja, zeker. Ja. Ja. Tegen wie moeten jullie spelen? We zijn geloot in, we hebben de Duitsers zitten er weer in, Oostenrijk en Engeland. Dus op zich de loting zijn we best wel blij mee. Ja, ja. Ja. Wat zijn je persoonlijke verwachtingen? Ik denk wel dat we de finale kunnen halen. Ja, ja, okay. Dat denk ik wel. Dus goed gemutst gaan jullie... Jawel. We hebben ons ook wel aardig versterkt, dus ik heb er vertrouwen in. Zeker. Ja, en wat denk je dat het echt Nederlands elftal, wat gaat daar gebeuren? Enig idee? EK? Dat vind ik nog een lastige. Nee. Daar durf ik nog niks over te zeggen. Dat gaat up and down. Je bent ook een voetballiefhebber, burgemeester? Ja, als Oranje speelt zeker. Ja. Ja, dat vind ik mooi om te zien. Ja. Dus, dit ziet er veelbelovend uit. Ja. Wel een hele uitdaging, denk ik, op hoogte. Maar goed, dat zijn jullie dan gewend in Feyenoord. Ja, zeker. En er komt een hele cameraploeg mee. Dus in principe kunnen jullie ons gewoon volgen. Kijk, super. Ja, mooi om te zien. Ja, succes. Ja, dankjewel. José Fransen, oftewel Roger de Dodger van Falcon Radio. Begrip in Heuveland. Goedenavond. Goedenavond, hi. Roger, Falcon, ja, ik zei het al, een begrip in het Heuveland. Hoe is Falcon eigenlijk ontstaan, Falcon Radio? Hoe is het ontstaan? Ik was 14 jaar en ik was helemaal gek van radio. En toen ik 19 was, toen was het in Nederland mogelijk om een lokale omroep op te richten, een publieke omroep. Uh-huh. En toen ging ik met mijn fietsje naar notaris in Valkenburg. En toen maakte ik kenbaar dat ik een radio wilde beginnen. Zo. Dus, die zat er toen al zo? Ja, op mijn fietsje, hè? 19 jaar. Nou, toen keihard gewerkt voor vergunning te krijgen. Uh-huh. Dat was niet makkelijk, want die tijd was ook nog Leo Pluimakers in Valkenburg. Die wilde televisie gaan doen. Okay. Op een gegeven moment waren er twee aanvragen. Ja. Er wordt maar één aanvraag verstrekt per gemeente. En ik was 19 jaar. Iedereen dacht ze van, geef die jongen een doos Playmobil. Dat gaat hij doen, ja. En opzouten. Ja, ja. Maar ik heb volgehouden. Ja. En toen was ik 22 en toen heb ik financiering rondgekregen aan de vergunning. En toen zijn we begonnen. Okay. En binnen no time hadden we al mensen afgeleverd bij de TROS, Radio 3. Okay. Dus, een behoorlijke serieuze aangelegenheid dan. Ja, maar toen ik begon, dacht ik dat ik veel wist. Want ik was al van 14e bezig bij omroepers als Radio Maasvlei in België en CRM. Maar ik ben eigenlijk in het diepe gesprongen. Ik heb alles moeten leren en alles mezelf moeten leren. Ja. Maar het was een hele leuke tijd. Ik kan me voorstellen. Ja. Ik begon uit passie dus. Passie voor radio maken. Ja. 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 Die passie heb ik nog steeds. Ik vind radio maken, vind ik net, jullie zijn passie met televisie en ik heb het met radio en iedere ochtend als ik achter mijn mengpaneel zit, dan ben ik vrolijk. Mooi. Wat maakt Falcon zo uniek? Wat maakt Falcon uniek? Ik denk de muziekkeuze, het feit dat we core bij de mensen staan. Mm-hmm. We pakken het op een professionele wijze aan. Mm-hmm. Dat is ook heel belangrijk, want we hebben vanaf middenbaan hebben het heel professioneel aangepakt, ook qua jingles, qua vormgeving, qua geluid, dat soort zaken. Mm-hmm. Dat merk je terug en we zijn nu inmiddels een begrip, bijna 29 jaar.
Dus, ja, je hebt zelf ook een ochtendprogramma op de radio, Veld Radio. Ja. Vertel eens daar iets over. Wat doe je precies? Ja, het feit dat ik er vaak naar luister, maar... Iedere ochtend van nu op dit moment van 9 tot 12 presenteer ik. En, de eerste twee uurtjes draai ik gewoon lekkere, relaxe muziek. Dat je een beetje op een fatsoenlijke manier kunt ontwaken. Kopje koffie erbij. En dan krijg je verkeersinformatie. Ja. Actuele nieuws. Weersinformatie. Ja. Af en toe hebben we gasten in de uitzending die inbellen. Ja. En dan in die tijd kunnen mensen gewoon een mailtje insturen. Ja. En een verzoekje aanvragen. En dat gaat wereldwijd. Dat is dat altijd dan. Maar je hebt zelf ook al eens een keer een tijdje uit Frankrijk gepresenteerd. Ja, dat hebben we ook gedaan. Vier Waarom? Maanden. Ja, dat wilde ik gewoon proberen. Of dat technisch mogelijk was. Ja. Ik hou van technische uitdagingen. En dat ging heel goed. Ja. Dat ging zelfs zo goed dat op een gegeven moment Frans Teunis belde. En die zei of ik de deur wilde openmaken. Jong, doe de deur eens open. Ik zeg, hoezo dat? Oh, ja, soms van de deur. Ik zeg, met een vlooi. Ik zeg, ja Frans, ik sta 1200 kilometer. Ik zit 1200 kilometer verderop. Ja, dat kan natuurlijk met alle techniek natuurlijk. Ja, met die techniek, dat is het mooie van de techniek. Ja. Ik ben altijd een voorloper geweest op techniek, op technisch gebied. Ik wil altijd nieuwe technieken gebruiken. En dat doen we nog. En, maar ja, ik moet binnenkort ook weer bijgeschoold worden, want er komen weer nieuwe technieken uit. Ja. Maar ja, dat is wel groeien natuurlijk. Hè? Iedere keer komen er nieuwe zaken. Als je ziet wat veranderd is op tijd van 30 jaar, dat is enorm. Ja. Dat is echt enorm. Ja. Falcon Radio valt onder het slof, de slof. Wat is het? Het slof, de slof. Slof. Ja, het slof. Die heeft de zendmachting, hè? Valkenburg recent gekregen. Ja. Er is best wel veel wat te doen geweest de afgelopen maanden. Eigenlijk een klein jaartje over zendmachtiging. TV Valkenburg, Falcon Radio. Hoe zit dat nu precies in elkaar? Ja, het is nooit een goed huwelijk geweest tussen radio en televisie. En dat ligt niet erbij hoor trouwens. Want het is als volgt tot stand gekomen. We zijn begonnen met Leon Pluimakers, die deed de televisie voor Valkenburg. Ja. En ik de radio, want het commissariaat van de media zei, luister, we verstrekken één vergunning. En die is voor zowel radio als voor televisie. Dus één van jullie twee gaat afvallen. Nou, waarop ik toen zei, in 1995, ik wil alleen radio. Uh-huh. En Leon Pluimakers, die zei, ik wil alleen televisie. Nou. Zo afgesproken en dat is ook goed gegaan. En na een aantal jaren zei hij, ja, ik stop ermee. Mm-hmm. En die stopte gewoon ermee. En daardoor kreeg ik ook die televisierechten. Maar ik ben eigenlijk een radioman, ik ben geen televisieman. Ja. En toen een aantal maanden later stonden een aantal mensen bij mij aan de deur. Die wilden graag de tv gaan doen in Valkenburg. Ja. Ik denk, ja, waarom niet? Mm-hmm. Dus jongens, prima. Dat is goed voor de gemeente, dus laat maar gaan. Maar door een of andere oorzaak hebben die mensen van televisie de radio altijd blijven scheef blijven aankijken. Het waren twee kampen als het ware. Ja, onbegrijpelijk eigenlijk. Maar je denkt toch dezelfde doelstelling hadden, het radio en tv maken voor het publiek van Valkenburg. En dat is al die jaren ze blijven sodderen en verwijten over en weer. Nou, gelukkig kwamen toen mensen tegen van Meer TV. Ja. En toen waren de zaken gauw opgelost. Ja, en dat doe je eigenlijk nou Meer Vandaag. Hè? En Meer Vandaag is samengegaan met Drie Heuveland. Ja. TV-tak van Valkenburg heeft zich daar ook bij aangesloten. En recent heeft ook Falcon Radio zich aangesloten bij Heuveland. Ja. Dat was eigenlijk het nieuws wat ik net in het begin bij de intro aankondigde. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen? Ja, dankzij de goede contacten die we hadden met Meer TV. Mm-hmm. En de goede gesprekken die we hebben gevoerd. Hebben we gelukkig een aantal problemen kunnen oplossen. Mm-hmm. En daardoor staan nu alle neuzen één richting uit. Want de omroepen van Margraten, IJsden, Maastricht, Meersen, Valkenburg, die moeten conform de NLPO binnen nu en 5 jaar een streekomroep vormen. Ja. En daar stap je op. Of je doet mee of je doet niet mee. Dus of alle neuzen in één richting uit. Ja. Of dan, Wat houdt het dan precies in, die streekomroep? Wat doe je dan op? De streekomroep? Ja. Ja, dat alle huidige omroepen uiteindelijk gaan fuseren tot één omroep. En de NLPO doet dat omdat ze een tegenhanger willen vormen, ook voor de regionale omroep. En dat de lokale omroepen professioneler worden. Want er zijn momenteel, ik geloof, 280 plus omroepen in Nederland. Mm-hmm. En die willen ze terugbrengen naar eigenlijk een 80 streekomroepen. En als je alle goede kwaliteiten van diverse omroepen samenpakt, mensen, kennis, apparatuur, dan kun je een beter product gaan vormen. Dat is de achterliggende gedachte, ook redactioneel. Wat gaat de samenwerking voor Falcon Radio betekenen? Samenwerken met Heuveland Vandaag, dadelijk in de streek. Wat betekent dat voor Falcon? Nou ja, wij doen ons best en we willen ons steentje bijdragen. Ja. En gewoon zoals de NLPO dat van ons verwacht. En,
En ik ben ook heel blij dat het eigenlijk nu gebeurt. Want je leert nieuwe mensen kennen, nieuwe ideeën, nieuw bloed. Ik vind het alleen maar positief. Dus, ja. Wat gaat de luisteraar er zo meteen van horen? Hoe gaat die samenwerking gestalte krijgen? Kijk, achter de schermen is dat leuk om erover te praten, hè, samenwerking. Maar wat heeft de luisteraar uiteindelijk aan? Nou, ik denk dat op een gegeven moment, als ik kijk naar de radio, dat de radio's meer en meer gaan fuseren. Ja. Dus dat je de programma's op elkaars zender gaat horen, ja. Hè, vooralsnog. Dan komt de DAB eraan, Digital Audio Broadcasting, wat tot nu toe de staat alleen werd voorgehouden door regionale en nationale omroepen. Nou, de lokale omroepen krijgen vanaf deze week ook de kans om een vergunning aan te vragen voor DAB. Mm-hmm. En bij DAB moet je sowieso gaan samenwerken, ja. Met qua netwerk, dat is een technisch verhaal, maar daar moet je sowieso gaan samenwerken. Maar ik denk dat het uiteindelijk voor de luisteraar en de kijker nog leuker wordt, nog aantrekkelijker wordt, dat is ook de bedoeling. En dat ook de gemeentes een beter product hebben en een betere streekomroep. Dus ik denk dat het alleen maar beter wordt. Ja. Burgemeester, als je dit hoort, voorstander? Ja, absoluut. Ik denk dat het heel goed is om de positie van lokale omroepen te versterken. Of het nu radio of televisie is. Als je gaat samenwerken, dan kan je de professionaliteit verbeteren. Ja. En ook het bereik vergroten. En ik ben een warm voorstander van lokaal nieuws uit de regio. Ja. Dat verbindt mensen. En het geeft ook aandacht aan dingen die anders niet of onvoldoende zichtbaar zijn. Mooi. Dus goede ontwikkeling. Ja. Nou, ik zei het al, hè, 2024 wordt een mooi jaar. Gaat van alles gebeuren. Ik heb een klein tipje van de sluier opgericht hier aan tafel. Ik wil u bedanken voor hier aanwezig te zijn en allen veel succes. Dames en heren, u bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Tot ziens. We'll be right back.